Je hebt er misschien al het een en ander over gelezen of gehoord. ChatGPT, het kan bijna niet anders. Een initiatief van OpenAI en een organisatie waar heel veel geld achter zit. Elon Musk en een paar andere grootheden zitten erachter. Microsoft stopt er miljarden in. En het staat symbool, denk ik, voor een van de thema's van dit jaar. En dat is artificial intelligence. En dan met name de bruikbaarheid daarvan. Want daarom maak ik deze video. Natuurlijk heeft iedereen het erover en iedereen die doet er leuke dingetjes mee. Maar wat kun je er nou mee als ondernemer? Dat probeer ik te laten zien in deze video. En is het nou een bedreiging of is het een hulpmiddel waar je heel veel aan hebt? Ik heb een aantal voorbeelden die ik je in deze video wil laten zien, zoals ik het op dit moment al gebruik, kunstmatige intelligentie. Het eerste wat ik je wil laten zien is, ik ben interviewer. Op CVD-TV interview ik ondernemers. Mocht je dat trouwens leuk vinden, hieronder kun je abonneren. En stel nou, ik ga Michiel Muller van Picnic interviewen. Sterker nog, dat is niet stel, die ga ik binnenkort interviewen. Maar stel nou, ik ga dat voorbereiden, dan kan ik dat helemaal zelf gaan doen. Kom ik wel uit hoor, ik heb ervaring genoeg, maar kan ook een hulpmiddel inschakelen, namelijk ChatGPT. En dat doe ik bij deze. Dus stel nou dat ik aan ChatGPT nou zou vragen van, luister, ik ga Michiel Muller van Picnic interviewen. Ben benieuwd of hij hem kent overigens. Wat zouden nou interessante interviewvragen zijn die ik Michiel kan stellen? Daar komt hij. Zoals je ziet, dit is maar een voorbeeld en dit is een eerste set van vragen. En daar kun je natuurlijk op doorakkeren, hè, met ChatGPT. Want dat is het leuke, je kan een dialoog aangaan. Hè. Ik kan hem bijvoorbeeld vragen, en dat zal ik dan nu doen, is joh, zou je iets meer vragen kunnen toevoegen die gaan over duurzaamheid? En je ziet, hij vult het vanzelf aan. Nou, op deze manier merk ik al dat ik vrij snel gewend ben geraakt om ChatGPT in te schakelen in de voorbereiding van interviews. Omdat het gewoon eigenlijk een soort kunstmatige collega is die ook met ideeën komt en die me helpt. Een tweede voorbeeld daarvan is, ik ben dagvoorzitter. Hè, naast dat ik op CVD-TV een YouTube-kanaal run en ondernemers interview, sta ik 50, 60 keer per jaar op de zakelijke podia van Nederland. Ik ben dagvoorzitter van congressen en evenementen. Nou, dan komt het regelmatig voor dat ik een paneldiscussie moet leiden. Die moet je voorbereiden met stellingen en discussiepunten. Dus stel nou, ik ga een paneldiscussie leiden over de toekomst van de bouwwereld in Nederland en specifiek over de rol van het Rijksvastgoedbedrijf daarin. Wat zouden dan goede stellingen zijn om aan de panelleden te vragen? Ik vraag het aan ChatGPT. En dan daag ik hem nu uit. Je hebt in de bouwwereld bij Rijksvastgoedbedrijf, die is natuurlijk een heel groot vastgoedbedrijf, en daar zijn veel gesprekken over verschillende contractvormen. En DBFMO, ik zal je de uitleg besparen, is een vakterm. DBFMO is een contractvorm die behoorlijk in trek is in de bouwwereld in relatie tot opdrachten doen voor Rijksvastgoedbedrijf. En ik vraag ChatGPT of die een aantal stellingen kan toevoegen die specifiek inzoomen op dat thema van DBFMO-contracten. Dus kijk of hij me daarbij kan helpen. En ook hierin blijkt weer dat hij toch wel behoorlijk verstand van zaken heeft. Wel goed om te vertellen, misschien tussendoor even de context. Een stukje context, dat OpenAI is op dit moment nog een gesloten systeem. Oftewel, hij heeft als het ware internet leeggezogen en daar haalt hij zijn kennis vandaan. Maar hij heeft dat gedaan tot en met 2021. En dat is wel jammer. Ik merk nu al, omdat ik er regelmatig gebruik van maak, zou ik dolgraag willen dat ChatGPT letterlijk real-time connected is aan het internet. Zodat je ook bijvoorbeeld kan vragen, wat was het belangrijkste ondernemersnieuws van de afgelopen week. Nou, dat kan je nu nog niet, maar je kan je dus voorstellen dat dat er absoluut aan gaat komen. Ik kan hem wel bijvoorbeeld vragen van, joh, ik wil een video gaan maken met tips voor startende ondernemers. Waar moeten ze nou goed op letten voordat ze een bedrijf starten? Thank you.
En ook hierin komt hij weer met tips en ik kan dan weer doorvragen. En op die manier heeft hij me al een paar keer geholpen met leuke ideeën waarmee ik weer video's kan maken. En nog een voorbeeld wat ik graag wil delen, dat is... ik heb een interview gemaakt met in dit geval Erik Wegenwijs. Veel mensen kennen hem wel van Special Forces FIPS. Die video die heb ik gemaakt, het interview. Ik heb een korte beschrijving gemaakt waar het interview over gaat. En dan moet ik een titel maken. En die titel is hartstikke belangrijk, want die moet zodanig interessant zijn dat mensen die op YouTube zitten, die zien die video, die zien die titel boven in beeld staan en dan moeten ze getriggerd zijn om erop te klikken. Dus ik vraag aan ChatGPT van joh, dit is de video, hier gaat hij over. Ik stop die tekst erin. Heb jij voor mij een aantal goede YouTube titels? En ook hier merk ik, en ik laat nu maar even één voorbeeld snel zien, maar ook hier merk ik weer dat ik zo langzamerhand gewend raak om hem als een soort collega even in te schakelen van joh, heb jij nog tips en heb jij nog ideeën voor goede YouTube-titels? Ook hierin zijn wel begrenzingen. Wat ik graag zou willen vragen is, joh, jij geeft nu 3 titels. Welke 3 heeft nou de hoogste conversie? Welke zal de grootste click-through hebben op basis van de doelgroep die ik bedien? Nou, die intelligentie heeft hij nog net niet, maar ook hierin kan je voorstellen dat dat in de toekomst gaat gebeuren. En tot slot nog één klein voorbeeldje. Stel, je zit op Twitter en je bent fanatiek op Twitter. Dan zou je diezelfde vraag kunnen stellen van, joh, hier gaat het interview over. Heb jij voor mij een aantal leuke tweets die je kan gebruiken op Twitter? En ook hierin komt hij weer met een aantal suggesties. Nou, ik kan nog uren doorgaan met voorbeelden tonen, maar ik denk als jij getriggerd bent in deze video, dan zoek vooral verder en ga hem zelf gebruiken. Google ChatGPT. En onderin heb ik ook een linkje naar de chat tool zelf gemaakt. En dan kun je dat gebruiken. Ik laat deze video met name zien, omdat er zoveel over gekletst wordt over ChatGPT. Maar ik wilde heel graag laten zien hoe ik hem in mijn dagelijkse werk nu al gebruik. En daarmee misschien ook wel probeer ik een geruststellende video te maken. Want je krijgt natuurlijk de discussie van, joh, is deze techniek nou zeg maar het einde van mijn onderneming? Is het nou wat mij betreft, joh, straks doet AI alles en ben ik out of business? Ik denk het niet. Ik zie ChatGPT vooral als een supergeduldige, onvermoeibare, op dit moment nog gratis assistent die mij kan ondersteunen, kan helpen en kan inspireren om mijn werk te doen. Denk er met die gedachte ook eens aan richting je eigen onderneming en je eigen business en haal er je voordeel uit. Voor nu, dankjewel voor het kijken. Ben je geinteresseerd in ondernemerschap? Ik maak wekelijks 2 nieuwe video's, hoofdzakelijk interviews met andere ondernemers, maar ook regelmatig een video waarin ik zelf tips en tricks en lessen deel. Vind je dat leuk? Abonneer je hieronder op mijn kanaal. Maak je mij gelukkig en jij blijft automatisch op de hoogte. Voor nu, dankjewel voor het kijken. Hoi!